Sam van der Geest, je hebt geschiedenis geschreven, besef je dat? Nou ja, het begint een beetje door te dringen, ja. Nou je naar de eerste klasse gaat, 2 doelpuntjes. Ja, geweldig. Dat hadden we vooraan het seizoen nooit gedacht. Maar langzamerhand het seizoen, dan ga je toch een beetje denken van ja, tweede sta je nou. En dan sta je toch al bijna het hele seizoen. En dan zou het toch jammer zijn dat je het nog, zeg maar, verkloot. Maar dan, als je dan ziet, ja, dat is geweldig. En zeker met alles, gewoon supporters en ja, mooi, zeker. En in die geschiedenisboeken komt jouw naam met hoofdletters te staan. Ja, mooi. Ja, ik kan weinig anders zeggen. Ja, super. Ja. Dat is ook plek voor jou, want jij maakt ook een goal. Ja, volgens mij was die super belangrijk. We zaten even in een mindere fase. Dus, na die goal kwamen we er helemaal uit en begonnen weer heel lekker te voetballen. Dus, ja, dat... Jij bent nog maar 18. Hoe bijzonder is dat jij hier überhaupt bij bent? Super vet. Ik heb eigenlijk gewoon geluk gehad, want er kwamen een paar blessures tussendoor. Daardoor kwam ik 1 wedstrijd basis te staan. Toen, toen maakte ik gelijk een doelpunt. En, en toen die wedstrijd daarna heb ik ook gescoord. En zeker deze was super belangrijk. Je werd gelijk meteen daarna gewisseld. Ja, volgens mij gingen we daarna iets defensiever spelen. Dus ja, we moesten wel. En we wouden die overwinning over de streep trekken. Ja. Sam, hadden jullie voorafgaand aan dit seizoen ook maar enigszins dit voor mogelijk gehouden? Nou ja, dat doen we eigenlijk ieder seizoen. Dan gaat iedereen persoonlijk een briefje maken van ja, waar denk je dat je eindigt, hè, weet je wel. Dus iedereen schrijft een plekje op. En ja, eigenlijk kwamen we gemiddeld uit rond een plekje of 6, 7. En één was heel optimistisch, die dacht volgens mij 2e zelfs. Nou ja, die is de enige die het goed had. Dus ja, eigenlijk hadden we het niet voor mogelijk. Maar achteraf blijkt dat hij nog niet eens zo heel gek was. Die tweede plek. Bart, wat gebeurde net in de kleedkamer? Want daar was Sam niet bij. Ja, er was echt één groot feest. En de trainer die had nog even wat gezegd en daarna ging het helemaal los. Ja, het was superleuk. Superleuk. Superleuk om mee te maken, zeker weten. Wat zongen jullie? Wat zongen we? Ik heb het niet meegemaakt, dus ja, jij moet het weten. Van alles. Sowieso dat we boven de Veners zijn geëindigd. Dat is het allerbelangrijkste voor ons in het seizoen. En ja, wij gaan naar de eerste klasse. Daar ging het vooral over. Wat gaat dat worden, eerste klasse voetballen? Ja, weet je, hier komen we ook wel eens eerste klasse tegen natuurlijk in het bekertoernooi en zo. Ja, het zal natuurlijk wel wat meer voetbal zijn dan dat je nou in de tweede klasse hebt. Maar ja, je ziet ook, als je als collectief gewoon hard blijft werken, dan moeten er gewoon ook genoeg punten te sprokkelen zijn om te handhaven, denk ik. Tot slot Bart, jij bent 18, jij mag inmiddels bijna alles. Hoe ga je dit vieren? Ja, ik denk dat er vanavond een leuk feest komt. We gaan eerst nog uit eten met alle gasten. En eerst gaan we naar Roak even een feestje bouwen. Daarna gaan we eten. En daarna. Ik denk dat het super leuk wordt. Ik ga in ieder geval niet te weinig drinken, dat zeker niet. Daar twijfel ik niet aan. Sluit jullie dus af met een vreugdekreet, de manier waarop jullie dit vieren? Ja, hoe zullen we dat eens doen? Ja. Gewoon schreeuwen. Ja, natuurlijk. 3, 2, 1.